Wij hebben elk jaar een vrijwilligersuitje en dat is heel erg gezellig om onderling samen de band te versterken. Het vrijwilligersuitje was dit jaar voor het eerst in het vijfde caisson naast het Watersnoepmuseum. Er waren enorm veel vrijwilligers en het leuke was ook dat er veel nieuwe vrijwilligers bij waren. Wat heel erg leuk is aan het jaarlijkse vrijwilligersuitje is dat wij als directie en als team kunnen laten zien hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor onze organisatie. Dus dan geven we een feestje. We werden ontvangen met koffie en gebak en daarna waren er veel activiteiten, onder andere een fotoshoot. En daarna spelletjes doen. Hoe verzin je het? Maar het was blijkbaar een succes, want iedereen deed mee. Je kon zelfs fan te worden. En Sjoele, dat waren er ook bij die ervaringen al. Nou, het optreden van Imke Marina, dat was natuurlijk zo'n succes. Was niet te verwachten, maar ze is er toch in geslaagd om zelfs nog mensen met de beetjes van de vloer te krijgen. De barbecue na het optreden was heel gezellig. Je schuift met iedereen aan een tafel en je maakt met iedereen een gezellig praatje. Dat was heel leuk. Alles bij elkaar weer een vreselijk geslaagde dag. En zodoende hebben we dus elk jaar een vrijwilligersuitje als beloning voor de vrijwilligers voor hun inzet en om elkaar eens te zien en te ontmoeten.